Hey jongens en meisjes, ik zit aan mijn knutseltafel. Ik ben hier wat lijnen aan het schuppen. Nee, ik ga mooi fiederen. En weer een Fieder Friday. Kut, mijn hengel. Oeh, voorzichtig. Dure hengel. Een Fieder Friday opnemen. Jurgen gaat kaperen en ik ga dit keer met de fieder ernaast zitten en fiederen. Dus uiteraard. Ik heb een hengel even gepakt, wat dingen klaar maken. We gaan op een rivier. En dan stroomt het nogal hard. Eigenlijk te hard voor de method feeder. Dus ik heb er een core van gedaan. 1800ste lijn en een feeder hengel. En een goede oude onderlijn van Marcel Powergums. Maar Powergum onderlijn. Die stelt mij in staat om met een hele lichte hengel toch nog een dikke kaper eruit te trekken. Zonder zwaar te hoeven verwissen. Dus dat is ideaal. Als je daar meer over wil weten, weten jullie waarschijnlijk al. Even checken bij Marcel. Marcel Powergums, maar op Marktplaats of zo, Facebook. Die maakt die dingen. Ik denk wel 1000 per maand of zo. En ik ben er heel tevreden over. Verder word ik niet gesponsord hoor. Ik krijg af en toe gratis onderlijntjes omdat ik ze in de video vermeld. Maar ik heb daar geen belang in. En ik heb er een drennend korf aanhangen van 30 gram. Ik hoop dat 30 gram zwaar genoeg is, maar ik denk het wel. Want ik ga met de stroom meegooien. Dus dan blijft die ook wel liggen. Komt dat wel goed. Zo, ik heb er zin in. Even alles inpakken. Voertje aanmaken dadelijk. En dan kunnen we aan de slag. Het voer dat ik ga maken wordt redelijk simpel. Ik heb F1 Green Ground Bait van Sony Baits, Sweet F1. Zal wel goed zijn. Betaal ik niet te veel van erin, want ik wil ook nog wel misschien met pellets vissen. Met de method feeder, dus doe niet te veel van dit. Ik heb hier wat maaien, wat kleine. Dus die zijn wel goed voor door het voer. Oh, je kunt beter eerst water erbij doen en dan de maaien. Dan pak ik de wormen. De wurmer. Ja, die doe ik toch maar even knippen. Dan gaan we die arme beesten eens even lekker kniepen. Even de handjes wassen. Zo. Zo mensen, zeven het voer. Vooral voor de method feeder wordt het voer vaak gezeefd. Oh, dat is me allemaal te veel werk. Het is 6 uur. Ik ga met de feeder aan de slag. Jurgen met de kaperstokken. Hij heeft gisteren hier goed voorgevoerd. Dus ik hoop op een hoop dikke vis. Eerste beet heb ik al. Klapperde net helemaal om. Helaas draf. Ik was even bang dat die korf niet bleef liggen. Ik heb mij net nog niet in elkaar zitten. Dan ligt die steel ligt in die hoes en het net ligt in de kar. Het is heel warm. Ja. Is het één stil? Ja. En, karpetje hè? Ja, zeker. Ja, zeker, of een dikke zier om te doen, ja. Oh, los! Oh! Kut! Ja, dat was een karper, ja. Lijn kapot. Kapot, ja. Onderlijn. Vast. Shit! Yes! 3-1 voor de vissen. Een mooi formaat, hè? Ja. Goh. Je hangt net in het lipje. Een plat nog, denk ik. Wel een dikkere. Ja, maar dat moet je weten. Je gaat niet naar deze kamer dan. Ja. Een platte. Sterk, hè? Nou. Het voelt toch echt veel lichter dan die andere, dat is echt een platte. Strak, hè? Ben je me kwijt? Ik heb hem losser gezet. Hey. Ja, ik denk een zeelt. Zo'n platte. Zo'n hey. Platte, maar die hangt er scheef aan. Platte? Ja, maar die hangt er scheef aan. Okay. Ja, op een of andere manier. Zo, nee jongens,
Dat is een mega brasem. Mega brasem. Dat is gewoon een brasem van 60. Ja. Of groter. Een beetje. Kom. Wow. Oh, komt ie. Oh. Ja, wacht. Dan omhoog. Ja, komt ie. Mega brasem, toch? Een mega platte. Kijk hier. God me ja. Je bent een brasem, man. Mijn god. Even pakken deze. Wow. Zo. Jongens en meisjes. Deze is een lap. Mooi. Dat is 3 kilo of zo. Ja, die maken gebruik van de stroming gewoon. Hè. Ja. En een plat, hè. Blij dat ik zo vroeg ben opgestaan. Ja. Nou. Ja. Ik heb de slip heel los. Ja, dat is wel verstandig. Ja, en de platte. Nee, kapper. Hoppa. Ja, 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 ja. Een kapertje. Een kruiskaper. Rustig, rustig, rustig. Oh, is dat in het net losgekomen? Dat is een kroes. Een kroes? Dat is een kroes. Lijkt wel, hè? Of nee, het is een giebel. Een giebel, hè? Dat is een giebel. En een grote, een foto gemaakt. Mega giebel. En niet met die grote vingers even. Nee, nee. Dat is een giebel, joh. Dat is een groot geworden. Nederlands een kort giebel, volgens mij 48. Die achter netje gaan zitten. Ik weet niet wat het... Ja, dat is een giebel. Denk het, ja. Ja, nee, zeker. Je rode vingers bovenweg. Beetje omhoog houden. Ja, zo. Ja. Beetje naar boven, bij jouw gezicht. Een beetje, anders krijg ik hem niet op. Krijg jouw gezicht niet op. Ik krijg hem nog niet op, hoger houden. Kan dat? Ja. Oh, hij gaat lekker, jongen. Nog een uur. Ja, maar is wel een platte. Ja, ja. Plat, hè. Toch, of niet? Lijkt nog. Het is dan wel een platte. Zo, jongens, ik vis met deze mais deze keer. Van Lacebo Sweet Corn. Gekocht bij enige echte Van Vrede Hengelsport. Ja, maak ik niet zoveel. Ik had geen zin om naar de Albert Heijn te gaan en mais te halen. Dus ik denk, doe deze maar. Die is wel wat duurder. Maar die is zoekermais. Die is gesuikerd, sweetcorn. Want je denkt dat ze daar suiker bij gedaan hebben. Ik weet niet zeker, maar ze smaken in ieder geval goed. Althans, ze bijten er goed op. Ja, wat zit erin? Maiskorrels, water, suiker en zout. Dat is het enige wat erin zit. Hè. Dus, ja, nee, het is gewoon mais. Ja. Oh ja. Oh, dat gaat die door jou alleen in. Ja, hij is er onderdoor, ja. Ja, ik denk het. Ja, ja. Ja, ja. Een giebel, hè. Een giebel. Nou. Ja. Ja, giebel. Lekker over die onthaakmat. Aan de platen, denk ik.
Maar, alhoewel. Je gaat weer hard aan de kant, hè. Zo in de platte, ja, ja. 2 seconden in, ik heb geen tijd om de intro op te nemen, jongens. Oh, daar gaat hij weer. Toink. Oh, ik moet even wakker worden. Hallo. Ja, doei. Oké. Okay. Jongens. Ja, een stuk of 8, denk ik. Ik even wat denken, Gibo. Ja, ja. Ik heb er 2 maiskoord aanhangen. Verder de korf. Ik gisteravond ook even liet zien. Een drennend korf van 30 gram. Het merk korf maakt echt geen fuck uit zolang je er maar voering kunt doen. Ja, Tom, doe het engel. Engel, flink het rast in. Hey, Tom. Doe engel, doe het over de stoom erin. Goed, man, is u. Ik probeer de intro op te nemen, jongens. Oh, hij is los. Hij is los. Ik probeer de intro op te nemen en ik krijg gewoon geen kans. Die, de engel flikkert praktisch met steun en al het water in. En ik zit nu op, ik weet niet hoeveel ik heb, een stuk water of zo. Ja, we zijn net bezig, man. 2 mooie giebels, 1 kaper gemist op een zeel. Dat kan het ook zijn geweest, weet ik niet. Maar ik heb gewoon geen tijd om iets anders te doen. Dus ja, mij hoor je niet klagen. Het is alleen een beetje een consternatie af en toe met filmen en zo. Filmen en het vieren, dat gaat normaal wel samen. Maar ik ben blij dat ik niet met 2 engels zit. Het is echt onder 30 seconden. Onder 30 seconden heb ik een beetje. Ik denk als ik nu blijf zitten, heb ik het eigenlijk weer. Het gaat echt nergens meer over. Gewoon op de mais en het voeren met die wormen, die ik gisteren heb laten zien. Ja, maar het kan ook zo voorbij zijn. Hè. Hier, op een gegeven moment, dan is het einde oefening. Maar goed, het gaat nog lekker. Ik nog niks. Ja, jij gaat nog niks. Nog geen piepje gehad. Ja, ik had die oude engel. Even weer eentje. Ja, kom met hem weer een. Ja, ja. Ik zei al, je. Vang ze gewoon. De ene naar de andere. Tijdens de intro opnemen vang ik ze gewoon. Gaat echt nergens over. Zo hard dan niks. Ja, de platte denk ik. Nou. Ik heb de slip heel licht staan, want ja, dat vind ik dan toch wat fijner. Even deze camera ook aanzetten. Hij zit onder de vin. Hoppakee. Daar hebben we er een. Keep on fishing. Een puntgave vis, hè? Puntgave vis, ja. Ik heb mijn hengel heb ik omhoog staan, zoals jullie zien. In verband met de stroming en eigenlijk ook in verband met de rotzooi in de lijn. Maar de rotzooi is vandaag niet aanwezig. Maar als ik die lijn, als ik hem helemaal horizontaal heb, dan ligt die lijn veel in het water. En dan trekt de stroming de korf mee, denk ik. Dus het staat nu omhoog en blijft 30 gram blijft nu goed liggen. Jongens, ik wil eventjes, ik wil net even een stukje opnemen, zeggen dat het wat rustiger is nu. In één keer even stil. Jurgen is net naar de overkant geweest. Had hij wat mais gevoerd. Ik zet net de camera aan, ik kreeg een beet. Ik kreeg even een terugloper. Het kan zijn dat ze in de korf zitten te hengsten. Maar ik ben nog niet door, maar... Oh, mooi niet klagen. Een dik uur een stuk of 9 vissen. Het was gewoon echt. Het was echt bal. Een paar kwijt, een mooie dikke kaper gelost of een zeelt, een van die 2. De eerste. Is te ongeduldig, hè. Slipper dicht staan, denk ik, komt wel goed. Maar ik begon nu voor de kant. Halverwege het water begon hij toch heel hard te trekken. Maar, ja. Kleine plat, hè?
Even een pier aangedaan, dat was even een tijd stil. Doe ik dan pier aan en ligt nog geen seconde in. Of ik heb hem weer in de platte. Hoppakee. Toch ook. Oh. Ja. Zo jongens, alleen op amateurpisser.nl. Ja, maar hier kun je wel eruit gaan knippen. Maar ik knip dat niet eruit, dat is gewoon een auto-release blazen. Mijn korf rolt de hele tijd. Ik denk, shit, ik heb niks anders bij. Jurgen, ik heb alles bij. Kijk, deze rollen niet. Ja, die rollen niet. Ja. Kijk, hier zitten. Je zit de voetjes onder, zie je dat? Deze 40 gram? Kijk. Ja, dat valt in de, deze 40 gram. 40 is te zwaar. En wat is die? Probeer, ik probeer deze, ja. Of deze bollen, ja. Nee, deze probeer die rollen dan ik denk, ja. Ja. Ja, probeer maar. Ja. Kijk of die blijft liggen. Nou jongens, het is kwart voor tien zoiets. Het beet is er nu een beetje uit, net nog wel even een braasje getikt. Maar het is niet te vergelijken met vanmorgen. Maar goed, we zien wel. Nou, ik heb nu iets zwaardere korf eraan. 30 gram. En met van die pinnetjes eronder, Jurgen had die bij. Zeg, hij had meer fieterspullen bij dan ik. En het lijkt er wel op dat hij goed blijft liggen. Ik heb hem net ingegooid, het voer zit er nu nog in. Maar volgens mij blijft hij wel liggen, dus dat is wel beter. Maar het zonnetje begint een beetje warmer te worden, dus dat is ook wel lekker. En, we alleen nog een dikke kaperrun krijgen bij Jurgen dadelijk. Dat zou wel mooi zijn. Jurgen is bang dat hij gaat blanken vandaag. Ja, ik daar lang moet je zitten. Ik had er lang moeten bijten. Ja, ja. Want op meer dan de dag is het niet. Nee. Nee, midden op de dag is het hier heel taai. Nou goed. Kijken. Is een braasje met een grote? Blijf. Ja, platten komen meteen naar boven. Maar het zou kunnen dat het toch. Het komt goed mee, ja. Ja, ik denk het ook. Een giebel, ja. Een brasem. Enorme lap. Ja, dat is van die grote brasem, ja. Zeg, als het een brasem is, dan is het een grote. Ja. Ja, fijn. Lappen, hè. Pas net in het net. Boah. Ja, lijkt wel, hè. Mooi donkere. Oh, kop. Wat een knoepert. Mijn god. Een hoge vis. Zag ik net iets te ver. Hij zit er wijd in. Ja, net iets te ver om goed eruit te krijgen. Oké, okay. Oh, een rode kop. Een joekel, hè? Ja, mooi. Oh. Ah. Oh, we zijn gekeken naar een andere plek om te verkassen. Ja. Ah. Is hij eraf? Wat? Wat heb je? Echt? Kom maar, ik kom er nog bij staan om te scheppen. Oh, kijk hem wat winden. Kijk hem wat winden. Oh, een winden, ja? Ja, een 20 mm bol. Holy shit. Oh. Oh, eraf. Oh. Een 20 mm bol. Jammer. Jammer, jongen. Had je hem gezien? Ik zag hem. Voren. Ja, nee, het was een winde. Ja? Dit was een winde. Je moet er maïs aan doen of zo, jongen. Oh, die bolly. Je bent weg en ik ga je teruglopen. Altijd, hè? Oh. Altijd, Tom, hè? Oh. Maar ja. Net, ga eens even naar achter kijken. Misschien even voor kast of zo, want het is al de hele tijd taai.
En ik loop, ik ben nog geen 60 meter die kant op. Ik heb binnen. Ja, en een keer vat je hem. En een hele mooie winden. Helaas ging hij eraf van de kant, ik heb hem wel gezien. Maar een hele mooie winden op een 20 mm boilie. Hey. What the fuck? Ja. Dat is dat niet normaal? Ja, hè? Ja, niet normaal. Ik denk, dat was wel een PR winden geweest, denk ik. Oh, maar ja. Ja. Maar ja, dan blijven we nu hier zitten natuurlijk. Hè. Dan gaan we niet meer verkassen. Komt er weer, geduld heb ik. Met verkassen heb ik. Ik heb ook nooit eens gaan verkassen dat ik dan in één keer heel veel van. Dat is ook niet, hè? Nooit, nee. Gewoon... Ja, ik heb gewoon al 5 uur geen beet en dan ga je even wandelen. En dan ja. Had je hem. Ja. Is net wat het zien. Ja. Maar ja. Er zit vis, blijkt. Jurg. Een platte. Op de kaaprengel. En een platte. Op de mais. Ja, ik riep. Ja, een brasem. Op de mais heb je eraan, hè? Ja, pak hem eruit, jongen. Moet helpen, kom maar. Ja, pak hem maar. Zo vis. Even nikken. Ja. Zo. Komt ie. Zat je net te kakken, jongen? Dan kreeg je een beta. Ik denk, ik ga even lekker schijten. Heel de merg een beta. Tududududud ging die. Ik denk... Schipperwijs, jullie zijn weg. Ja. Kom op, joh. Een beetje gaan vissen wel, hè. Ja, ja. Kijk, mooi. Ja, een mooie vis, ja. Hello, Ramon. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello.